Ik heb toch niks gedaan, maar dat slaat nergens op. Een beetje grap, oké? Okay. Mag ik op zijn minst weten wat ik fout heb gedaan? Hallo? Die boeien. Gedaan. Dat inderdaad, dat is misschien wel een beetje onnodig. Wacht, ik... Kom maar weer staan. Ik heb niks fout gedaan. Hoe bedoel je? Nee, je hebt niks fout gedaan, vriend. Wacht, hoezo arresteren jullie me dan en halen jullie me letterlijk uit mijn bed en zeggen meekomen nu en word ik in de boeien geslagen? Omdat ze jou meegaan met de klus van ons, oké? Inderdaad. Wacht, de broek heeft een politie heeft mij nodig voor een klus? Jazeker, heb jou een opdracht gegeven, oké? Of tenminste, die gaan we nu ingeven. Oh. Ja, ja. Oké, wat voor klus dan? Dat is van die YouTube-video's, toch? Meneer, het is Jij bent Dennis, toch? Dennis, maar inderdaad, ik maak YouTube-video's, dat klopt. Van broek even. Nou, jij houdt er altijd wel van om een groot woordje te hebben tegen rare mensen, dus daar ben jij de perfecte persoon voor. Inderdaad. Wij gaan namelijk een kinderopvang starten. Maar niet zomaar een kinderopvang, een nepkinderopvang, om al die vieze mannen van het internet daar naartoe te lokken. We hebben ook een aantal acteurs ingehuurd en die gaan net alsof dit onze kinderen naar een kinderdagverblijf brengen. Wacht even. Jullie willen dat ik een nepkinderdagverblijf ga openen om rare mensen de val in te lokken, zodat ze worden opgepakt door jullie? Jazeker weten. Want je moet online wel echt goed uitkijken, hoor. Je hebt gelijk, inderdaad, want... Online is een gevaarlijke plek, oké? Okay? Iedereen denkt online dat het onschuldig is. Maar online heb je echt van alles. Je kan een online scammer tegemoet komen. Dat is iemand die jij gaat oplichten. Die bijvoorbeeld je Robux wil stelen of je geld. Ja, zoveel je kan online gepest worden. Ik bedoel, online cyberpest is een groot ding. Mensen die elkaar online uitschelden of pesten. Ja, dat is echt zielig, hoor. En dan heb je ook nog online catfishing, oké? Okay? Iemand die doet alsof hij bijvoorbeeld dezelfde leeftijd is, terwijl die in werkelijkheid gewoon 50 jaar oud is. Ja, luister, kijkers. Online moet je echt mega goed oppassen, oké? Okay? Je kan niemand vertrouwen. En daarom moet jij online nooit je privégegevens delen. Wie weet aan de andere kant van de beeldscherm zit. Maar jullie willen dus dat ik voor jullie een klus ga doen om dat soort online rare mannetjes op te pakken en in de foto's... Precies. Want dat soort types horen niet online. We moeten vooral niet een broek even. Denken jullie echt dat dat soort types ook op broek even zitten? Mensen die zich jong voordoen en die daadwerkelijk 50 jaar oud zijn. Oh, ja, zeker. Ik denk genoeg, hoor. Ik denk genoeg. En die willen jullie vandaag allemaal in de val lokken? Ja, zeker. En die gaan we vandaag in de val lokken. Nou, weet je wat? Ik had eigenlijk een andere video op de planning staan, maar ik doe het, oké? Okay? Ik wil sowieso dat het online veilig is voor iedereen. Ook als dat hartstikke moeilijk. Want online is best wel een gevaarlijke plek en daarom moet je nooit gegevens delen met niemand niet. Veiliger dan je denkt, inderdaad. Zelfs je naam niet. Ik bedoel, als iemand vraagt wat je naam is, geef maar gewoon lekker een nepnaam. Je moet nooit gewoon al je echte gegevens delen. Want je kan niemand vertrouwen. Maar leg me het plan uit. Ik werk dus in een nepkinderdagverblijf. Daar moet ik precies alsof ik allemaal voor kinderen zorg. Want jullie zeiden, er waren acteurs ingehuurd. Ja, inderdaad, er zijn acteurs ingehuurd. En dan is het gewoon een kwestie van wachten met een kindje. Totdat er iemand toeslaat. En dan moet ik jullie bellen en jullie arresteren. Ja, zeker. Precies. Oké, dat klinkt simpel. Dat kan ik wel doen. Waar moet ik heen? Perfect. Dan begin ik meteen. Naar een kinderdagverblijf hiernaast. Hiernaast, inderdaad. Oké, dan ga ik daarheen, heren. En ik bel jullie via mijn telefoon als er wat aan de hand is, oké? Oké, dat is goed. En als beloning krijg je donuts, oké? Die mogen jullie zelf wel opeten. Ik doe dit voor niks, oké? Ik wil graag mijn kijkers laten weten dat je online hartstikke veilig moet zijn, oké? Dat is belangrijk. Oké, ik ga meteen aan het werk. Oké, veel succes. Oké, zoals jullie weten is dit misschien een iets andere video dan ik maak normaal. Maar dit is ook goed, oké? Ik wil jullie alles leren over de veiligheid online. En dat je heel erg moet oppassen. En dat is waarom ik deze video ga maken. Jazeker, maar laten we naar neppe kinderdagverblijf gaan. Om allemaal rare mensen in de val te lokken. Oh, kijk eens aan. Welkom bij het kinderdagverblijf. Jullie zijn de acteurs, toch? Ja, dat klopt. Oké, maar dit is wel maar wij doen alsof, toch? Inderdaad. Dit kinderdagverblijf is nep, voor de duidelijkheid. Ik ben ook niet daadwerkelijk een medewerker. Ook ondanks dat ik de superstar daycare staff outfit aan heb. Ik werk helemaal niet voor de superstar daycare. Oké, superstar kinderdagverblijf. Alleen,
ja, je hebt het script gelezen, toch? We moeten zorgen dat van die vieze mannetjes en vieze vrouwtjes in de val worden gelokt, oké? Okay? Ja, dat klinkt helemaal goed. Oké, okay, nou, doe maar alsof je je kind hier achterlaat en dan komt het goed, oké? Okay? Ik ga binnen staan. Ja. Oké, okay, jongens, dit is dus het neppe kinderdagverblijf. We hebben het helemaal mooi aangekleed, zoals je kan zien. En we gaan ook daadwerkelijk laten lijken alsof hier helemaal kinderen naartoe komen. Om voor gezorgd te worden, natuurlijk. Dus laten we meteen beginnen. Oké, okay, zo, de werkdag begint. En daar komen de eerste mensen. Hallo. Oh, welkom bij het Superstar Kinderdagverblijf. Waarmee kan ik u helpen? Nou, ik wil mijn dochtertje graag hier laten spelen. Dat is helemaal goed. Ik wil die spelen. En hoe laat komt u haar weer ophalen vandaag? Eindmiddag ongeveer. Eindmiddag, rond een uurtje of vier? Ja, helemaal goed. En de naam van uw dochtertje? Dit is Dora. Oké, okay, Dora. Nou, dat komt helemaal goed. Dan zien we u weer eind van de middag weer. Helemaal goed, doei doei. Oké, okay, doei doei. Kijk eens aan, Dora. Welkom in het Superstar Kinderdagverblijf. Yay, mag ik nu spelen? Jij mag alles doen wat je hier wilt. Kijk eens aan, we hebben hier knuffeltjes. Wow. We hebben hier nog meer knuffeltjes. Niet voor mij. We hebben hier een ander knuffeltje als je die wilt zien. Oh, een ander knuffeltje. Mag ik die? Maar luister, Dora. Stel je voor, er komt iemand. Hè? Ik wil even wat vragen stellen aan jou. Okay. Heb jij ooit op je iPad online gespeeld? Ja, zo vaak. Ik speelde Roblox. Oké, okay, en speel je dat dan in je eentje of met meerdere mensen? Nou, soms in mijn eentje, soms met vriendjes, vriendinnetjes, maar soms ook met online mensen. Ja, yeah, ja, yeah. en die online mensen, ken je die ook in het echt, buiten online? Nee, ik heb geen idee wie ze zijn. Oké, okay, maar wat vertel je dan allemaal tegen die online mensen? Zeg je dan allemaal dingen over jezelf? Ja, wel een beetje. Zoals wat, Dora, zoals wat? Nou, dan zeg ik, hoi, ik ben Dora. Oké, okay, en vertel je ook je leeftijd en dat soort dingen? Ja, als ze daarna vragen wel. Dus hoe oud ben jij, Dora? Ik ben 4. Oké, okay, en Dora, waar woon jij in Broek even? Ergens op een heuveltje. Op een heuveltje. En weet je je huisnummer? Ja, ja, dat is 14. Oké, okay, Dora, luister. Dit soort dingen moet je dus nooit aan iemand vertellen, oké? Okay? Het is heel erg gevaarlijk om die dingen met iemand te delen die je niet kent. Hoezo is dat gevaarlijk dan? Nou, je weet nooit of iemand naar je huis komt en wat iemands intenties zijn. En luister, online kan iedereen zijn wie die wilt zijn, snap je? Stel je voor, ik wil nu 50 jaar oud zijn. Dan hoef ik alleen maar een andere stem op te zetten en anders te kleden online. Oké, Dora, dat is niet grappig, oké? Ik zie er niet uit als 50. Nee, maar luister, Dora, dit moet een wijze les voor je zijn, oké? Je moet niet alles delen aan iedereen online. Ik bedoel, als iemand vraagt, Dora, waar woon je? Dan antwoord je gewoon, dat gaat je niks aan, oké? Laat me met rust, want dat is een rare vraag. Waarom zou iemand dat moeten weten van jou? Hetzelfde met je leeftijd. Ja, dat is eigenlijk hoeft helemaal niemand te weten. Als iemand jouw leeftijd wil weten, dat gaat hem niks aan. Als jij hem niet in het echt kent, waarom zou je dat zeggen, Dora? Die dingen weet ik niet. Moet je voor jezelf houden. Als iemand dat tegen jou vraagt, dan ga je als eerst naar je moeder of je vader. En zeg je papa en mama, iemand die ik online heb leren kennen, vraagt dit en dit en dit aan mij, oké? Oké, oké, dat ga ik doen. Oké, die dingen niet meer delen met iemand, oké? Beloof, Dora? Ja, ik beloof dat. Dus Dora, wat doe je in je vrije tijd? Dan ga je niks aan. Inderdaad, waar zit je op school, Dora? Weet ik niet eens, loser. Inderdaad, al die dingen gewoon niet zeggen. Dat gaat niemand wat aan, oké? Dat moet je sowieso niet zeggen. Ook al ken je diegene 2 maanden of 3 maanden of zelfs een jaar online. Je moet niks vertellen, oké? Okay? Nee, precies. Oké, okay, goed zo. Ga maar lekker spelen. Oké. Okay, kijken. Nou. Oh, kijk eens aan. En laat het ook meteen een wijze les zijn voor jullie, oké? Okay? Ik wil namelijk dat jullie je veilig voelen online. En daarbij moet je nooit gegevens van jezelf delen. En heb je iemand die je al deze vragen stelt, ook al is het een vriend of vriendin online, geef het dan nooit. Zeg het eerst tegen je ouders, oké? Okay? Dat is mega belangrijk. Eens even kijken of dat hier kindertjes zijn. Wat is hij aan het doen? Wacht even, jij wordt de eend. Dit is zo'n viespeuk. Dit is dus wat ik bedoel. Wat denk je dat u aan het doen bent, meneertje? Ik kom mijn kindje ophalen, meneer. Jij komt jouw kind ophalen. Mag ik binnenkomen? Kan je even een paar stappen naar achter zetten? Hey! Oh, ja, wat is er, meneer? Ze mag nog één keer duw ik terug, oké? Oké, luister dan. Ga maar even hier staan. Oké. Jij komt iemand ophalen? Jazeker, ik kom iemand ophalen. En wat is de naam dan precies? Wat is de naam? De naam is Dora. Dora. Oké, okay. En hoe oud is Dora? Dora is 4 jaar en ze woont op een huisje op een heuveltje.
Oké. Okay. Ja, ja, heb je dat toevallig net allemaal gehoord? Toen je buiten stond op gluren met je verrekijker. Ik ben de vader, meneer. Oh, de vader. Kan je dat ook aantonen? Ik kom me ophalen. Jazeker. En hoe oud ben je dan precies? Ik ben 20 jaar, meneer. Oké, 20. En je naam? Mijn naam is Erik. Oké, mag ik even je rijbewijs zien, Erik? Oké, die pak ik er even bij, oké? Ja, dat is goed hoor. Erik, 20 jaar, komt haar dochtertje Dora ophalen. Wat leuk. Wat leuk. Ja, ja, dat is leuk, hè? Ja, heel leuk, inderdaad. Dan ga ik samen met mijn dochtertje weer lekker naar huis kijken. Ja, ja, eens even kijken. Want dit is je rijbewijs? Die is van jou, toch? Dit is mijn rijbewijs, ja. Wat leuk dat erop staat Marcus, 58 jaar. Dat is geen Erik, 20 jaar, hè? Dat bedoel ik, meneer. Sorry. Luister. Ik zal het even in je oor fluisteren. Oké. Dat is goed, meneer. Hey, luister, vriendelijk vriend. Ja? Werk je samen met de politie, heb je dat begrepen? Met de politie? De politie is nu meteen gebeld en die komen hier ophalen. Vies peuk. Nee. Wat zijn je praktijk hier? Kijk eens aan. Nee, dat was een grapje, meneer. Ja, grapje. Leuk grapje, oké? Je bent er al beter aan bij. Ik ken Dora niet. Ik bedoel, wie is Dora? Dit is Rijn. Deze man zat een meisje te begluren via het raam hier bij het kinderdagverblijf. En luister. Meneer, het kinderdagverblijf is zo nep als maar kan, oké? Het zijn allemaal acteurs hier. Ik kwam gewoon even op bezoek. Hij zei dat hij Erik was, 20 jaar. En op de rijbewijs van Marcus, 58 jaar. Oh man, oké. Wegwezen jij. Kom maar mee naar de auto. Ik loop wel mee. Dat zal je leren. Wegwezen jij. Oké. Dat is er weer eentje minder, broer. Oké, dankjewel, meneer Dat Vent. Ja, ik weet het al wel. Goed werk gedaan, Dennis. Jongen, wat een stomme praktijk dit. Nou, dan ga ik er weer vandoor, hoor. En laat het ook meteen een wijze les zijn aan alle ouders, oké? Zelfs met een paar gegevens kan iemand zich voordoen als iemand anders, oké? En dit is belangrijk om te weten. Zo weet ik bijvoorbeeld dat alleen een moeder Dora kwam brengen, niet een vader. Dus waarom zou ik dan Dora opeens meegeven aan de vader? Dat slaat helemaal nergens op, want de moeder zou hem opkomen halen. Oh, Dora, goed gedaan, oké? Ja, was dat nou zo'n meneertje? Dat was inderdaad zo'n meneertje die zich voordoet als iemand anders online, weg, oké? Toch? Inderdaad, die is nu weg en die zit nu in de gevangenis van Broek even. Inderdaad, die zal zijn lesje dan leren. Laten we wachten tot er meer mensen komen, oké? Welkom bij het kinderdagverblijf, mevrouw. Waar kan ik u helpen? Goedemiddag. Nou, ik wil graag mijn zoontje hier even brengen. Bent u een acteur of Een acteur? Nee, niks hoor. Wanneer komt mijn u? Mevrouw, kan ik u heel even spreken trouwens? Ja, dat kan. Ik werk momenteel samen met de politie. Dit kinderdagverblijf is niet officieel. Wel wil ik voor uw kind zorgen als het moet. Maar wij zijn hier om van die vieze online mensen in de val te lokken, zeg maar. Wilt u daar meewerken? Is hij wel veilig? Ja, hij is hier 100% veilig. Ik heb meteen een verbinding met hem. Belangrijk. Okay, de politie, dus die zijn hier binnen een paar seconden. Die staan hier ook om de hoek te wachten al. Ja, nee, ik ga akkoord. Goed dat u het vraagt. Oké, super. We willen ook meteen uw kind testen van hoe veilig is uw kind daadwerkelijk online. Dus, Dat vind ik wel belangrijk, want hij speelt altijd spelletjes en buiten. Oké, super. Wanneer komt u uw kind ophalen? Rond 6 uur, is dat goed? Dat is oké. En de naam van uw kind? Timmy. Oké, Timmy. Dat regelen we, mevrouw. Het komt helemaal goed, oké? Leer hem wel wat. Oké, fijne dag. Tot vanavond dan, hè. Tot 6 uur. Timmy. Doei, mama. Hey Timmy, kom eens even hier. Dan geef ik je een rondleiding. Okay. Kijk eens aan. Je hebt hier de plek waar je lekker kan spelen. Maar Timmy, ik wil je een paar vragen stellen, oké? Oké. Doe je ook aan iPad games en dat soort dingen? Zit je wel eens op de iPad? Ja. Heb je ook ik een doe PlayStation? Oké, je doet Roblox. Ik heb ook een PlayStation, ja. En spreek je ook wel eens mensen online? Ja, heel veel. Oké, dat is goed. Wat doe je dan wel zowel? Ken je die mensen ook in het echt? Sommigen wel, maar ook sommigen. Niet. En die mensen die je niet in het echt kent, stellen die jou dan wel eens vragen van hoe oud je bent? Ja, sommigen. En doen wat dat antwoord wel, jij ja. daar dan op? Dan zeg ik dat ik 7 ben. Oké, en als ze vragen waar je woont, wat zeg je daar dan op? Nou, dan zeg ik dat ik net daar bij die brug, bij dat huis woon. Oké, en als iemand je naam vraagt? Dan zeg ik gewoon dat ik Timmy heet. Oké, de laatste vraag. Stel je voor, iemand vraagt, ben jij vanavond alleen thuis? Wat zeg je dan? Stel je voor, je moeder is dan weg. Zeg je dan nee of zeg je dan ja? Als mijn mama weg is, ik mag niet liegen, dus ik zeg dan ja. Oké, luister. Je moet niet alles vertellen aan iemand die je niet helemaal online kent, hè. Dat is niet het slimste om te doen. Iemand kan zich zomaar voordoen als iemand anders en zeggen van oké, Timmy, ik wil je beste vriend worden, terwijl diegene veel ouder is dan dat jij bent. Ik bedoel, ik zou makkelijk kunnen zeggen tegen jou nu
dat ik 7 ben, terwijl ik dat helemaal niet ben, toch? Je bent wel een beetje groot voor 7. Ja, inderdaad, maar dat zie jij online niet, want je krijgt gewoon een berichtje binnen, toch? Ja. En daar moet je voor oppassen, Timmy. Geef nooit je gegevens aan iemand, oké? Oké, dus nogmaals, wat is jouw naam? Dat gaat je niks aan. Inderdaad, dat gaat je niks. Hallo, daar. Dag mevrouw, waarmee kan ik u helpen? Nou, ik kom hier mijn kleinzoon ophalen. En wat is de naam van uw kleinzoon dan? Ja, dat is Timmy. Timmy? Ja, wat? Zeker. Timmy, ken jij haar? Dat kleinzoon nee, van ik ken me. Die mevrouw niet. Is dit jouw oma? Ik ken me wel. Nee, hoor. Wil je een beetje afstand houden alsjeblieft? Wil je een beetje afstand houden alsjeblieft? Ja, natuurlijk. Dat is geen enkel probleem hoor. Oké, wat weet je over Timmy dan? Nou, dat hij mijn kleinzoon is en dat hij heel veel spelletjes speelt. Is dat zo, Timmy? Ik veel van eten houdt. Ik speel spelletjes, maar ik ben niet haar kleinzoon. Oké, en wat, waar woont Timmy dan? Timmy, die woont ergens bij een brug, maar daar, mijn geheugen die, is niet meer zo fris als vroeger, hè, dus, Hoe weet deze mevrouw dat? Nou, Timmy, heb jij het ooit online gedeeld met iemand? Jawel. En, diegene, had diegene een vrouwenstem en hoe, of wat? Het klonk wel een beetje naar die mevrouw. En hoe oud zei die mevrouw dat ze was? Dat ze 8 was. Oké. Dit is, Ik zie er niet uit als 8, hè? Nee, zeker niet. En dit is niet jouw kleinzoon, kan ik je vertellen. Oh, zeker wel, zeker wel. Nee, dat ben jij niet, mevrouw. Nee, naar achter jij. Luister, jij komt niet in de buurt. Naar voren lopen jij, nu meteen. Naar voren lopen jij meteen. Wegwezen jij. Politie, nu komen. Oké, perfect. Goed zo, politie. Naar achter jij. Oké, rustig aan, joh, rustig aan. Luister, agent. Ja, wat is er aan de hand? We hebben hier weer eentje. Wacht, laat me heel even bellen voor de zekerheid. Even kijken. Hallo, spreek ik met de moeder van Timmy? Ja, goedendag, dat klopt. Klopt het dat uw oma of uw moeder zou langskomen om Timmy op te halen? Nee, die woont hier ook helemaal niet in de buurt. Er staat hier namelijk een vrouw die zegt van ik kom mijn kleinzoon Timmy ophalen. Daar klopt helemaal niks van hoor. Wat is uw naam? Mijn naam is Gerda. Ene Gerda? Nou, die ken ik niet. Oké, ik kan op. Dank u wel. Agent, we weten genoeg, oké? Oké, mevrouw, u zit groot in de problemen, oké? Ja, pak die mevrouw op. Inderdaad, draai maar om. Ik ga je de poeien slaan. Doude mevrouw. Want mevrouw, wat jij doet, dat kan echt niet, hè? Oh, jeetje, doe maar kindjes proberen op te halen die niet eens van jou zijn. Gadverdamme, kom maar met me mee, oké? Dit is niet normaal en dit gebeurt dagelijks. Dankjewel voor uw hulp, Dennis. Ja, maar realiseer je wel dat dit gewoon dagelijks gebeurt op het internet? Ja. Echt. We krijgen het dagelijks mee aan de slag, inderdaad. Luister, dit is niet zomaar een voorbeeld, oké? Jullie moeten oprecht voorzichtig zijn online. En dat is de enige les die ik jullie hiermee wil meegeven. Pas op online, deel je gegevens niet. En als iemand dat vraagt van je, zeg het tegen je ouders zo snel mogelijk. Want in elk spel kan je heel makkelijk gewoon iemand rapporteren en verwijderen en negeren, oké? Dat is het allerbelangrijkste wat je moet doen. Laat dit een wijze les zijn voor iedereen. Vertrouw niemand online.